Het Riek moet op kwarte termijn een besluit nemen hoe de omvraag van de NAM om bij Ter Naard naar gas te boren onder de Waardzee. Minister Sophie Hermans van Klimaat en Griene Groei kwam daarom juist naar Friesland om te praten met dwarsbelang Ter Naard en Friese bestuurders. De inwenners van Ter Naard zitten net op gasbewarings te wachten. Zal volle mij duidelijk wijzen. Ik keer me lid Aantjelle Soeboer van Nieuw Sociaal Contract vindt het winnen van gas onder het UNESCO Vroot Erfgoedgebied Waardzee geen goed plan. Het is een gebied waar het liekwicht heel belangrijk is. Dus je wijen mensen, je werk je mensen, de natuur is je prachtig en kwetsbaar. Ja, dat vreegt een wijs besluit. Nevens de NAM zit er bij Ter Naard een soort gas onder het waard. Maar als de gasbewarings teruggaan, bestaat de kans dat het waard de status van UNESCO Vroot Erfgoed kwijtrekt. Die minister kennen daarom nooit Eltse Nieuwe naar het zinmeidje. Actievirus die wacht je hier achter mij de minister op in Ter Naard. Het is net de eerste minister die hier komt, want deze kwestie die speelt al jaren. Maar het leek erop dat er een definitief besluit om zit te komen. Een besluit werd een heel soort meisjes zin binnen. Benam Jere in Ter Naard, maar ik, alle Oerits instantjes, provinciaal, regionaal, lokaal, alles is zin. En bij al die partijen gaat zij aarsen hier achter mij om tafel om ja, te jaren wat zij te zeggen hebben. En ik om verder te praten over wat de streek te wachten staat als er volkgaswinning tastien wordt. Maar wat het besluit ook is, de minister die zal hier in ieder geval een soort verzet onder jaren matten. En ja, dan in Den Haag een definitief besluit nemen met alle coalitiepartners.